allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrax, de enige echte. Nou, het is, voor mij is het zaterdag en op deze zaterdag vol met regen. Was vandaag ontzettend regen, regenachtig, slecht weer, slechte dag. En ik heb eigenlijk meer geslapen dan dat ik wakker was. Nou, ik heb niet veel gemist, want het regende toch alleen maar. Maar wie heb ik bij me? Het is de Ramonski. Ramonski, hè, die is er weer. En we gaan vandaag vanavond even mijn haar doen. Het begint alweer ontzettend lang te worden in mijn nek. Begint weer te groeien. Het moet er gewoon weer even lekker af. Ik ben weer helemaal klaar mee met het lange haar. En Ramon die gaat even lekker mijn haar scheren. En vandaag gaat daar dus de vlog over. Dat dan weer wel, hè? Dat dan weer wel. Nou, ben je er klaar voor, Ramonski? Dan gaan we eens even lekker, scheren en weet ik veel allemaal. Ja, dat was niet verkeerd. Dan willen we dat weer wat moois van maken, hè? Ja, precies, hè. Dus, nou jongens, veel plezier met het bekijken van deze, deze korte vlog. Of nou ja, korte vlog. Nou, deze leuke vlog over het haar scheren van mij. We hebben net even lekker Planet Coaster zitten spelen. Of nou ja, ik heb in ieder geval Planet Coaster zitten spelen. Ramon is zitten kijken. Vond het wel ontzettend leuk, vond hij het. Voor mij had je het nog nooit eerder gezien, hè, Planet Coaster, hè? Dat heb je via... Oh ja, je had het natuurlijk via de livestreams natuurlijk wel eens gezien. Ja, echt een super spel blijft het. Het is en blijft het gewoon een super spel. Je kan ons ontzettend veel dingen kan je ermee. Dus maar, veel plezier met het bekijken van deze vlog. En wij gaan eens even lekker scheren met die op. En even weer een mooi kort weekend. Juist, we gaan even lekker scheren. Tot zo!
kort kopie, dankzij Ramonski. Zeker. Ramon, bedankt. En ik ben nou bezig met de Efteling-vlog van vorige week, precies een week geleden. Ik ben deze weekend, dit weekend ben ik dus niet naar de Efteling gegaan. Maar ik zei in de vorige vlog, een paar vlogs geleden, zei ik... Waarschijnlijk is het mijn laatste Negenpleinenfestijn. Ik heb er nog eens over na zitten denken. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar nee hoor, een vrijdag is de allerlaatste Negenpleinenfestijn. En dan zijn we er gewoon weer bij. Dat zeker weten. En Ramon is er dan ook eindelijk weer bij. Ja, gelukkig maar weer. Zeggen. Ramon is al 4 keer niet geweest of zo in die periode dat ik niet ging. Vier keer of zo konden er niet bij zijn. Ja. Maar hij is er nou weer bij aanstaande vrijdag. Ja, dus dan gaan we aanstaande vrijdag gaan we weer een leuke Negenpleinenfestijn doen. Ja, het zal volgens mij inderdaad... De allerlaatste. Dus ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. Dus een vrijdag, dan ben ik er gewoon bij. Ja, dan mag ik gewoon weer alsnog weer een mooie dagje. Dus heb je ervan, zal ik maar zeggen. Precies. Nou, morgen wil ik nog even naar buiten gaan. Ik moet even kijken of dat nog een mooi weer wordt. Ramon zal er niet bij zijn, want die moet weer ergens anders heen. Nee, ik ben helaas weer even bij hem. Maar morgen ga ik ook weer een vlog opnemen. Ik ben inderdaad weer op visite morgen. Ja, hij is weer op visite, dus hij kan weer niet. Ja, anders had het geen probleem geweest. Anders had het geen probleem geweest, hè. Dat is niet niks, hè. Precies, dat is inderdaad niet niks, hè. Maar hij miste je wel vorige week. Hij miste je wel. En Kevin miste jou ook. Want hij zei van, ja, ik vind het wel jammer dat Ramon er niet bij is. Dus, ja, dan hebben ze weer mazzel, hè. Nou, dan hebben ze aanstaande vrijdag Kevin naar het Negenpleinenfestijn toe gaan. Dan zie je Ramonski weer. Dan is hij er weer bij. Ja, dan mag je weer zeggen van, goh, gelukkig zie ik je weer. Dan mag je zeker weten. Ja, dus mooi, nou, we gaan nog even lekker verder hier. Ik ga nog eventjes, weet ik voor wat. En speciaal voor de Kevreids en voor de andere gasten. Dat is niet niks. Dat is niet niks. Kan op zijn goede kantje zijn daar. Ja, precies. Hè? Dat is mooi. Hè? Dus nou, wij gaan nog even verder hier. Ik ga nog eventjes verder met de vlog van de Efteling. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer hoor. Tot zo. See you later. Zo, nou Ramonski gaat er weer vandoor. Jippo. Nou, dan gaan we hem even uitlaten gelijk eventjes. Dan ga ik ook gelijk even de video even afsluiten. Dat komt helemaal goed. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Doe even een duimpje de lucht in als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer op mijn kanaal. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Even licht aan doen. En druk even, vink even dat ding aan, dan krijg je alle notificaties binnen. Even lampje aan, zo. Ja, want anders is het een beetje donker, hè. Dus nou, we gaan even Ramonski even uitzwaaien. Dag Ramonski. Is goed. Hup, op je fiets, wegwezen nou. Heb je nou alweer lang genoeg gezien? Dan is het deze voor alle kijkers ook, tot later. En mazzel. Ja, nou. Vrijdag weer gaan we weer naar het Negenpleinenfestijn weer opnemen, hè, de laatste. Naar de Efteling gaan. Ja, zo, het is al aardig donker, hè. Ja, een beetje donker. Het is een beetje donker, een beetje nat is het. Ja, het is gelukkig ook weer droog, gelukkig. Dat gaat ook weer. Het is wel droog, maar het is echt afgekoeld. En het mooie weer is nou echt over en uit. Een beetje licht voor je voorbij, hè. Het kan ook op zo'n goede kantje, weer zien dat. Dus, nou, Ramonski, de groetjes. Het is goed, hè. Voor muziek maken, ook een fijne avond als leuk. Hè? Ja. En maak wat goed van de zaak. Is goed. Hey, later. Hoi. Uit beeld.